Goedenavond en welkom bij deze livestream van Studium Generale. Mijn naam is Tessa de Vries, ik ben programmamaker bij Studium Generale. En ik heet jullie van harte welkom bij deze serie Cover to Cover. Dat is een programma van Studium Generale van de Universiteit Utrecht in samenwerking met de Bibliotheek Utrecht. Daar zijn we nu ook. En Cover to Cover bespreekt eigenlijk baanbrekende boeken uit de geschiedenis. En dat doen we samen met wetenschappers die daar heel veel vanaf weten. Zo hebben we al te gast gehad milieukundige dokter Jerry van Dijk. Hij besprak het boek van Rachel Carson, Silent Spring, en liet eigenlijk zien dat haar werk het startschot was voor de milieubeweging in wereldwijd. En hadden we onlangs ook te gast dokter Barbara Vis, politicoloog. En zij besprak het werk van Daniel Kahneman, Thinking Fast and Slow. En zij liet zien dat zijn werk over het vuilbare menselijke brein tot ver buiten de psychologie zijn invloed had. Dus ver buiten zijn eigen vakgebied. En hij won er zelfs de Nobelprijs in de economie mee. Vanavond een andere iconische klassieker van, ik denk, de meest geciteerde wetenschapper ooit, volgens mij. En dat is het werk van Michel Foucault, Surveiller et Punir uit 1975, Discipline and Punish. En dat is een werk wat eigenlijk geschreven is in een periode waarin we dachten dat van alles mogelijk was, dat we vrij waren. En Michel Foucault liet eigenlijk zien dat zelfs in deze tijd onderwerping en disciplinering verweven zat in onze maatschappelijke structuur. En daar gaat onze gast van vanavond meer over vertellen. Dat is professor Marley Huijer. En Marley Huijer is hoogleraar publieksfilosofie aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam. Zij was ook onze Denker des Vaderlands van 2015 tot 2017. En haar onderzoek richt zich eigenlijk vooral op de filosofie van mensen en cultuur. En een van de vragen waar zij zich veel mee bezighoudt is hoe wij onszelf en elkaar disciplineren tot gedrag die het mogelijk maakt om in een vreedzame samenleving te leven. Na haar lezing gaan we met jullie thuis in gesprek. Dus stel vooral ook je vragen in onze YouTube-chat. Dat kan ten alle tijde, ook als je nu al een vraag hebt, stel hem vooral. Mijn collega die zorgt dat ze straks bij mij terechtkomen op de iPad en dat ik ze kan stellen aan Marley Huijer. Dus doe dat vooral. En dan geef ik nu vooral het woord aan professor Marley Huijer. Dankjewel. Goedenavond allemaal. Voor een publieksfilosoof is niks zo erg als zonder publiek filosofie bedrijven. Ik zou niets liever willen dan dat jullie hier allemaal zaten en we gewoon met elkaar in gesprek konden gaan. Dat kan helaas niet, dus we doen het even zo. Maar ik hoop heel erg dat desalniettemin wij over een paar jaar weer allemaal hier zitten en met elkaar het gesprek aangaan en filosofisch de diepte in kunnen gaan. Aan het begin van de coronacrisis, of eigenlijk toen die Nederland begon te treffen, en het duidelijk werd dat er een soort van lockdown in Nederland zou komen, toen had ik het gevoel met een déjà vu te maken te hebben. Ik dacht, ik heb dit ergens gelezen. Ja, en natuurlijk wist ik al heel snel dat ik het gelezen had bij Michel Foucault in Discipline, Toezicht en Straf. Of zoals het in het Frans heet, Surveiller et Punir. De maatregelen die Mark Rutte afkondigde, die deden sterk denken aan datgene wat Foucault in dat boek onder het kopje panoptisme, ik ga er straks wat meer over uitleggen, beschrijft. Het gaat over een stad die volledig afgegrendeld wordt. Iedereen wordt opgesloten in het eigen huis. Het voedsel gaat met manden en katrollen langs, doorgoten langs de verschillende huizen. De huizen worden afgegrendeld. Er is onophoudelijke inspectie. De kleinste bewegingen van mensen worden geregistreerd en gecontroleerd, zodat alles wat met de ziekte te maken heeft permanent en centraal kan worden geregistreerd. Ieder individu wordt ingedeeld. En dat is iets wat je vandaag ook ziet. We hebben te maken gehad met insluiting in ons eigen huis. We hebben te maken met registratie, met controle. En ook iedere burger wordt ingedeeld. Avond aan avond zien wij op het journaal
hoeveel mensen er besmet zijn en daarmee hoeveel mensen er niet besmet zijn, hoeveel mensen in het ziekenhuis liggen en hoeveel mensen gestorven zijn. Allemaal categorieën waarin elk van ons wordt ingedeeld. Feitelijk is dit een insluitende benadering. Bij de pest en ook bij COVID-19 worden burgers ingesloten en vervolgens gedisciplineerd. Dat was in eind 17e eeuw was dat nieuw en het onderscheidde zich van de benadering tot dan toe, ook overigens bij de eerdere pestepidemieën, maar vooral ook bij lepra, waar de lepraleiders, dus de melaatsen, niet werden ingesloten in hun huis, maar uit de stad werden verbannen. Ze werden uitgesloten, zodat de stad gezuiverd kon worden van de lepra. Die insluiting, die vergde orde en discipline. Tegenover de wanorde die de pest bracht en die kwam omdat de ziekte werd overgedragen door lichamen die elkaar aanraken, zoals we ook nu lichamen hebben die elkaar aanraken en daardoor besmetten en vervolgens tot wanorde leiden. Die wanorde moest in bedwang gebracht worden door orde, door disciplinering en door dressuur. De pestleider werd ingesloten in een eigen kooi en vervolgens onderworpen aan toezicht, controle en registratie, om uiteindelijk tot het juiste gedrag gebracht te worden. Je zou kunnen zeggen dat wij ook dit voorjaar op een vergelijkbare manier zijn ingesloten. Dat er vervolgens een 1,5 meter samenleving kwam, waar wij gedresseerd werden om dat vol te houden. Waar er boa's waren die ons erop wezen dat we afstand moesten houden. Of we werden gevolgd met drones om te zorgen dat we niet te dicht op elkaar op het strand of in het bos of waar dan ook ons bewogen. De pest bracht een gedisciplineerde samenleving voort. Foucault ziet de pest, dus vanaf het einde van de 17e eeuw, ziet hij als de geboorte van de gedisciplineerde samenleving. Hij schrijft daarover: de dreiging van de pest was het ideale model voor de disciplinerende macht. En je zou je dus af kunnen vragen of het nu zo is dat de dreiging van COVID-19... een paar maanden geleden heette het nog het coronavirus. De dreiging van het coronavirus is het ideale model om die disciplinerende macht steeds verder uit te breiden, om hem te laten vertakken, om hem steeds subtieler op ons in te laten werken. En eenmaal ingezet, zo laat Foucault zien, verdwijnen disciplinerende maatregelen niet. Ze blijven bestaan, ook nadat de pest verdwenen is. En wie weet geldt voor ons dat ook voor COVID-19. Het kan zijn dat de disciplineringen die nu ingezet worden, dat die niet alleen maar nu gebruikt worden, maar straks niet verdwijnen en steeds verder verfijnd en uitgewerkt zullen worden. Waarom is dat zo? Waarom verdwijnen ze niet? Dat komt omdat er technieken en instellingen worden ontwikkeld die heel bruikbaar blijken om abnormale mensen te meten, controleren en te verbeteren. En abnormaal betekent iedereen die afwijkt van de norm. En nu kan dat zijn een zekere gezondheidsnorm. En je werkt af van de norm doordat je bijvoorbeeld die 1,5 meter niet aanhoudt. In de toekomst kan het zijn dat je afwijkt van de norm omdat je misschien verdacht wordt van terreur of op een andere manier afwijkt van de norm. Hoe is dat eigenlijk nu? Is het inderdaad zo dat COVID-19 ook weer allerlei vormen van discipline inzetten, dus nieuwe technieken, nieuwe instellingen, en dat die ons steeds verder disciplineren? Is dit een verdere
uitwerking van datgene wat Foucault in 1975 al beschreven heeft. Is COVID-19 het ideale model voor een verder gedisciplineerde samenleving? Het was niet voor het eerst dat Foucault over epidemieën schreef in dit boek. Hij schreef er namelijk al over in 1963 in een boek wat de titel heeft De geboorte van de kliniek, Naissance de la clinique. En daar schrijft hij dat er een geneeskunde van de epidemieën ontstaat, ook ongeveer rond diezelfde tijd. En daar koppelt hij die opkomst van epidemieën, de komst van epidemieën en de enorme complexiteit die epidemieën met zich meebrengen, wil je daar medisch op kunnen reageren, die koppelt hij aan de nationalisering van de geneeskunde. Dus geneeskunde wordt iets wat gebonden is aan een vast territorium, aan een staat en aan een volk. En dat is niet zo vreemd, want rond 1800 ontstaat ook de natiestaat, waarin staat, natie en territorium één geheel is. En die gezondheidszorg wordt dus plots een nationale gezondheidszorg. Wat opmerkelijk is van afgelopen maanden, is dat we gezien hebben dat dat idee van dat die gezondheidszorg nationaal georganiseerd is, bij COVID-19 weer heel erg springlevend naar boven komt. Plots blijkt dat elk land een eigen manier heeft om met epidemieën om te gaan. Nou, de herkomst daarvan is dus rond 1800 met de geneeskunde van de epidemieën. En die is ontstaan, wat er ontstaat dan, is dat de geneeskunde zich gaat baseren op empirisch onderzoek. Het is de basis voor de geboorte van de geneeskunde, van de kliniek. Een geneeskunde die gaat observeren, die gaat vergelijken, die gaat registreren, controleren, etc. Dus er komt een hele empirische basis om al die elementen van een epidemie in kaart te brengen en te kijken van hoe kun je mensen zodanig organiseren, disciplineren, dat je die epidemie onder controle krijgt. Maar dat woord discipline, dat valt nog helemaal niet in Naissance de la clinique. Het gaat daar puur over de ontwikkeling van medische kennis. En het gaat nog helemaal niet over macht. Dit is begin jaren 60 en Foucault's denken richt zich heel erg op hoe kennissystemen zich ontwikkelen of welke transformaties daarin optreden. Kijk je dan naar 1975 als Surveiller Epinier verschijnt, dan is opeens macht het sleutelwoord. Dan komt opeens dat idee van dat zo'n epidemie reden is om te spreken over de geboorte of de intensivering van de disciplinerende macht. Dat is niet zo heel verwonderlijk, want de jaren 70 zijn jaren waarin het heel vaak gaat over macht. Foucault schrijft het boek na mei 1968, de opstand van arbeiders en studenten die protesteerden tegen de traditionele autoriteiten. Gezag moest afbrokkelen, moest verdwijnen. Autoriteiten moesten verdwijnen. De traditionele structuren in de universiteiten moesten veel vrijer en democratischer worden. In tal van landen, Frankrijk, maar ook Nederland, zie je democratiseringsbewegingen. Zie je sociale bewegingen, anti-kernenergiebewegingen, vrouwenbewegingen. Kortom, het is één groot streven naar een sociale vrijheid voor het individu. Ik zeg sociale vrijheid voor het individu, omdat het een gezamenlijk streven is om meer zelfbeschikking te hebben. Meer zelfbeschikking over het leven, meer zelfbeschikking over het lichaam. En overal dus een veel democratischer samenleving. En wat nou het bijzondere is van wat Foucault doet, midden in de jaren 70, als
iedereen overtuigd is dat die verticale macht moet afgebroken worden. Hè, de macht van de vader, van de kerk, van de staat, nou, noem maar op. Die verticale macht moet afgebroken worden. En dan zou de vrijheid komen. Foucault laat zien dat het verdwijnen van die autoritaire macht niet betekent dat macht of discipline verdwijnen. Nee, ze krijgen alleen maar een andere gedaante. Dus ze nemen een andere gedaante in, maar het betekent niet dat er geen macht meer zou zijn. In een interview uit die tijd zegt Foucault daarover: La discipline, c'est l'envers de la démocratie. De discipline, dat is de keerzijde van de democratie. Hoe minder verticaal gezag, hoe meer mensen zelf kunnen beschikken over hoe hun leven eruit ziet, des te meer ze onderworpen worden aan disciplinerende machtswerkingen. Dus hoe meer democratie, des te meer discipline, des te meer onderwerping aan machtswerkingen. En die machtswerkingen zijn veel minder zichtbaar dan die autoritaire macht. Je maakt in onze tijd, merk je eigenlijk nauwelijks wat een app doet op je leven, terwijl het wel een machtswerking is. Ik zal daar straks nog meer over zeggen. Deze machtswerkingen, die zijn ook niet gericht op repressie. Nee, ze zijn erop opgericht dat je een beter leven gaat leiden. Ze helpen je om een beter lichaam te zijn, om een beter leven te organiseren. Om dat echt goed te begrijpen, is het van belang om te zien wat precies dat verschil is tussen die autoritaire macht en die disciplinerende macht. En Foucault lokaliseert die overgang van die ene naar die andere macht in de tijdsperiode ongeveer tussen 1760 en 1840, zeg maar rond 1800. En kijk je dan naar die oude macht, de macht in het Ancien Régime, in het oude Franse Rijk van Lodewijk XIV, et cetera, dan zie je dat deze macht, dus, en hij noemt dat de negatieve macht, dat die geconcentreerd is in een soeverein, in de vorst. Ja, dus bijvoorbeeld in Lodewijk XIV. Lodewijk XIV of een andere vorst, die bezit echt deze macht. Dat is een persoonlijk bezit, het is ook een persoonlijke kwaliteit. Het zit vast aan die persoon. En je zou ook kunnen zeggen van, het kan ook de macht zijn van God of van een andere soeverein. Maar het is heel duidelijk een persoon waaraan die macht gekoppeld is. En die macht is hiërarchisch. Die komt van boven en onderdrukt mensen daaronder. Die macht gaat ook met spektakel gepaard. Het is een spectaculaire macht. En bijvoorbeeld een macht die met publieke executies gepaard gaat. Het boek Discipline en Toezicht opent met een publieke executie van een moordenaar, een koningsmoordenaar. Het lijkt alsof Foucault er zelf plezier in heeft. Dat beschrijft hij met ongelooflijk veel details. Dus met een pincet wordt de huid eraf gestroopt. Met een kaars wordt dat nog even lekker verbrand. Het lichaam wordt aan paarden verbonden. Vier paarden en die rukken dat lichaam uit elkaar. Dan gaat het nog eens in een vuur en de as gaat alle kanten. Nou, kortom, hij beschrijft het zelf ook spectaculair. En dat past heel erg bij deze vorm van macht. Het is spektakel. Deze macht is ook gewelddadig, hè? Dus inderdaad publieke executies. Het is een macht over de dood. De vorst mag doden. Die hoeft daar niet eens een legitimatie voor te geven. En die macht die is erop gericht om het kwaad buiten te sluiten. Dus iemand, een misdadiger, gaat in het cachot, zodat hij onzichtbaar is en buitengesloten is van de samenleving. Die macht is daarmee repressief, een negatieve macht. Dat is heel anders met de disciplinerende macht.
Dat is een macht die niet vastzit aan een persoon. Die is anoniem. Je kunt niemand aanwijzen die de macht heeft. Het is zelfs zo dat je eigenlijk geen institutie kunt aanwijzen die de macht heeft. En die macht is ook niet, zit niet in één persoon. Nee, die is overal. En die is er permanent. En die komt van alle kanten. Dus niet alleen van boven, maar ook van opzij en van onderen. Het is een soort machtsnetwerk of machtstechnieken. Hij gebruikt er allerlei woorden voor. Dit is bijna een natuurkundig model met allemaal krachten die op mensen inwerken. Of ook op niet-mensen. En die macht is bijna onzichtbaar. Dus niet spectaculair, nee, juist bijna onzichtbaar. Of soms helemaal onzichtbaar. Hij is ook niet lichamelijk. Hè. Je wordt niet gestraft, gemarteld of wat dan ook. Nee, het gaat via correctie, via dressuur. En het beoogt om het kwaad in te sluiten. Om het, bij wijze van spreken, te accepteren. Je sluit het in. En dan ga je via correctie of genezing, behandeling, dressuur, ga je proberen om dat kwaad om te vormen tot het goede. Zoals je hier dat boompje ziet, het kwaad is natuurlijk die bult, hè, die stam die wordt de verkeerde kant uitgerukt. En dan vervolgens gaat daar een touw omheen. Nou, hier kan je zeggen, wordt het nog wel aangeraakt. Bij ons mensen gaat het zonder aanraking. En op die manier probeer je deze jonge spruit te dresseren en de goede kant uit te krijgen. Deze macht is productief, dus niet repressief, maar productief. Hij zorgt dat zaken goed functioneren, dat dingen werken. Ik zou bijna zeggen, onze premier is hier een fantastisch voorbeeld van. Die zegt voortdurend, straalt hij uit van ik wil niet de autoriteit zijn. Ik wil mensen zelf aanspreken. Ik wil ze leren om, net als deze boom, vanzelf die anderhalve meter aan te houden, dat mondkapje om te doen en zelf als subject de verantwoordelijkheid te nemen voor het gedrag. Prachtig voorbeeld van de disciplinerende macht die Foucault al beschrijft. De opkomst van deze nieuwe productieve macht, die hangt samen met allerlei dingen, dus met de pest, de opkomst van epidemieën of de komst weer van epidemieën en het idee van dit moeten we kunnen managen, de opkomst van de menswetenschappen, de opkomst van de moderne geneeskunde en daarmee eigenlijk van een mens die geobserveerd kan worden, die kennisobject is, maar tegelijkertijd kennissubject. Je wil weten wat het ik is van die mens en hoe je die zo kan manipuleren dat hij zich gedraagt naar wat past bij de norm, in dit geval de gezondheidsnorm, die het leven beter maakt. Maar dan lijkt het net alsof alles zich concentreert rond 1800, maar in het boek zie je dat die discipline in zekere zin al ouder is. In de 17e eeuw staat onze eigen Maurits van Oranje, stadhouder van Holland en Zeeland, aan de wieg van de moderne militaire discipline. En soms denk ik, waarom heet het boek eigenlijk Geboorte van de Gevangenis? De gevangenis is pas het allerlaatste deel van het boek. En je zou net zo goed kunnen zeggen, het is de geboorte van de gedisciplineerde samenleving. Of de geboorte van de militaire discipline die vervolgens een gedisciplineerde samenleving wordt, waar de gevangenis het meest uitgesproken model voor is. Kijk je naar de discipline in het leger, zoals Foucault die beschrijft, dan zie je dat, en dat is het middelste plaatje, je ziet dat Maurits het voor elkaar krijgt om alle soldaten tot een eenheid te smeden. Die allemaal tegelijkertijd het geweer pakken, op hun schouder, van hun schouder nemen en allemaal tegelijk weten te schieten. En dat maakte het leger van Maurits van Oranje zo onvoorstelbaar
krachtig. Hij behaalde overwinning op overwinning. Deze discipline is een prachtig boek vol met mooie tekeningen over hoe die discipline georganiseerd moet worden. Hier aan de rechterkant zie je ook een mooie tekening hoe iemand precies zich moet bewegen om, ik geloof, iets op te rapen of wat dan ook. En wat daarmee gebeurt is dat met al die technieken die heel gedetailleerd worden beschreven, er gehoorzame lichamen worden gecreëerd. Al die lichamen die zijn zelf tot op het, zeg maar, tot op de elleboog zijn ze gedisciplineerd. Feitelijk hoeven die soldaten daar niet over na te denken. Die weten gewoon, ik moet mijn zus bewegen, want dat hoort bij dit bevel. En het gaat niet alleen om disciplinerende technieken die dat lichaam sturen. Het gaat ook om de inrichting van de kazerne. Dus ook het gebouw wordt zo ontworpen dat alles geordend is. En dat de soldaat precies weet, daar moet ik slapen, daar moet ik eten. Zo lang mag ik doen over het aantrekken van mijn kleding. Nou, noem maar op. Dat model van van dat leger, van het perfecte leger, dat werd in de 18e eeuw omgezet in het idee van een perfect gedisciplineerde samenleving. Dus het model van onze Maurits van Oranje is eigenlijk het model voor de Franse gedisciplineerde samenleving. En feitelijk geldt dat ook voor de Nederlandse samenleving. Het meest ultieme voorbeeld wat Foucault geeft over, zeg maar, wat het model is voor die gedisciplineerde samenleving, is de gevangenis. En vraag je aan mensen die iets gelezen hebben van Foucault, dan komt al heel snel dit beeld naar voren. Het panopticon, getekend door Jeremy Bentham. En dat is het model wat Foucault gebruikt om die gedisciplineerde samenleving te beschrijven. Wat je ziet is een ronde gevangenis met een buitencirkel van cellen. En in het midden staat een toren waar een bewaker in zit. Nou is het zo dat door dit ontwerp, die gevangenen, die zitten allemaal in hun eentje in een cel. Dus ze zijn volkomen geïndividualiseerd. Sterker nog, ze zien elkaar niet. Aan de buitenkant zitten ramen. Dus er valt licht op hen. Zij kunnen goed bewaakt worden. En zij zien vanuit hun cel die bewaker niet. Maar die bewaker ziet natuurlijk heel goed al die individuele gevangenen. Kan elke beweging zien. Kan zien wat ze doen. En in die toren zitten een soort lamellen. Waardoor de gevangenen nooit weten of die bewaker eigenlijk wel aanwezig is. En omdat ze het niet weten, gaan ze het wakende oog internaliseren en gedragen ze zich keurig omdat ze denken dat ze bekeken worden. Nou, ik moet straks weer met de trein naar huis en dan weet ik zeker, dan zie ik weer ergens een bewakingscamera hangen en dan denk ik, oh, niet, weet ik veel wat, in mijn neus peuteren of een of andere ongedisciplineerde gedraging vertonen. Terwijl het natuurlijk waarschijnlijk zo is dat er niemand achter die camera zit. Maar als je weet dat je bekeken kan worden, heeft dat effect op hoe je je gedraagt. En dat is precies wat Foucault wil laten zien. Daar treedt dus een individualisering op, waar je niet meer communiceert met anderen, maar als individu bekeken wordt. Er is een hiërarchisch toezicht, een permanente controle, waar jij volkomen zichtbaar bent, maar de machtswerking onzichtbaar is. En dat is reden om de discipline te internaliseren. Nou, dat is vervolgens het model wat overal en nergens in de samenleving wordt toegepast. Zoals bijvoorbeeld op scholen,
waar leerlingen in lokalen komen te zitten. Meestal, dat is nu trouwens aan de universiteit ook nog zo, waar glas zit, zodat de directeur langs kan lopen om te kijken of de docent wel orde houdt en of de kinderen wel keurig in rijtjes zitten, of de lichaamshouding wel goed is, of ze de pen wel goed houden en op de goede manier schrijven, of ze op tijd komen. Nou, kortom, de school is een schoolvoorbeeld van de disciplinering waar Foucault het over heeft. Als je kijkt naar al die instituties waar die vormen van discipline, die dus aanvankelijk uit het leger komen, worden ontwikkeld. En nu heb ik het voorbeeld gegeven van de gevangenis en het onderwijs, maar het geldt ook voor het ziekenhuis. Het geldt ook voor de werkplek. En kortom, overal en nergens in de samenleving zie je dat er disciplinerende instituties ontstaan die disciplinerende technieken gebruiken om te zorgen dat mensen zich zo goed mogelijk gedragen, dat hun leven zich steeds verder verbetert, dat de condities van leven verder verbeteren en dat ze een zo lang, gezond en goed mogelijk leven kunnen leiden. Foucault noemt dat een militaire droom die een gedisciplineerde samenleving creëert. Discipline wordt een algemene formule voor bestuur, voor de vormen van regering, voor beheersing. En die richt zich in eerste instantie op het lichaam, want dat lichaam dat moet zo bruikbaar mogelijk worden gemaakt. Daar moet alles uitgehaald worden. En dat lichaam wordt gedisciplineerd door het gehoorzaam te maken. Want daarmee onderwerpt het zich feitelijk aan de economische krachten en zorgt het bovendien dat het politiek zo min mogelijk tegenstribbelt. Er zijn verschillende manieren om zo'n gedisciplineerde samenleving te organiseren. Ik noemde er eigenlijk al een paar. De allereerste is de ruimtelijke indeling. En dus een kazerne wordt op een bepaalde manier ontworpen. Hetzelfde met het onderwijs. Zelfs zo'n zaal als waar ik hier nu spreek, dat is op een specifieke manier ingericht. En ook onze hedendaagse digitale technologieën zijn op een heel specifieke manier ingericht. Ik merk zelf dat op het moment dat je college staat te geven digitaal en je gaat bijvoorbeeld iets organiseren als breakout sessies en daarin zit al in de technologie precies hoe lang je met mag spreken met andere studenten, waar je in de chat dat moet zeggen, hoe je dat moet doen. Kortom, daar zit een hele architectuur achter waar ik zelf nog niet helemaal zeker van weet van waar zitten nou de autoriteiten, wat gebeurt hier nou precies. Maar het is wel zo dat ook die technologieën ons allemaal disciplineren, vaak zonder dat we het in de gaten hebben. Dat zijn ruimtelijke vormen van disciplinering. Daarnaast is er een controle van de activiteiten. En bijvoorbeeld in het leger is een heel duidelijke tijdsordening voor elke activiteit. Dus een bepaalde oefening mag 20 minuten duren of 5 minuten. En zo wordt er een heel constellatie, een compositie van alle activiteiten gemaakt, waardoor je alles kunt bijsturen en de maximale benutting van alle lichamen kunt krijgen. Nou, kijk je bijvoorbeeld naar hoe op de universiteit in de pro-coronatijd alle activiteiten in een curriculum georganiseerd worden, dan zie je ook dat dat een enorme controle van activiteiten is, zodat docenten en het bestuur van de universiteit zeker weet dat je binnen een jaar de voldoende studiepunten haalt. Binnen studieadviezen is zo'n disciplinerende maatregel die controleert of jij wel op tijd alles gedaan hebt. Nou, kortom, al die activiteiten worden gecontroleerd, in kaart gebracht en zo nodig bijgestuurd. En die bijsturing, dat gaat, als het over concrete individuen, concrete lichamen gaat, dat gaat via dressuur. En daar vind ik het ook het meest interessant om het te vergelijken met wat er nu gebeurt met corona. Omdat de groot deel van de technieken die Foucault beschrijft heel herkenbaar zijn als het over onze tijd, over
het concrete moment van nu, waar we aan het worstelen zijn, van hoe moet je met zo'n virus leven, of moet je het misschien weghameren, of hoe moeten we dat eigenlijk doen? En die dressuur die bestaat uit drie technieken. Het hiërarchische toezicht, de normaliserende sanctie en het examen. Het hiërarchische toezicht, en dat is eigenlijk wonderlijk, hè, want Foucault laat zien van dat die autoritaire discipline, autoritaire macht, dat die verdwijnt en dat het dan horizontaal wordt. Maar helemaal horizontaal is het natuurlijk niet, want die toren in het panopticon is nog steeds een soort van hiërarchie, van waaruit naar de gevangenen gekeken wordt. En als het over de hedendaagse softwarebedrijven gaat, naar ICT-bedrijven, dan is het natuurlijk ook zo dat daar een zekere autoriteit in zit. We hebben als burger geen zeggenschap over Google of over Microsoft of noem maar op welk bedrijf. Zij richten de digitale omgeving in. En wij moeten ons daaraan onderwerpen. We doen nog een beetje ons best en zeggen van nee, maar ik doe Teams, want het is toch net wat privacy minder gevoelig. Hoe noem je dat? Privacy gevoeliger dan Zoom. En, nou ja, zo zijn we hard aan het debatteren van hoe kunnen we ons er nog toe verhouden. Maar er is natuurlijk wel degelijk nog steeds een hiërarchisch toezicht. En dat hiërarchische toezicht, als je dat vertaalt naar onze tijd. Nee, ik moet eigenlijk zeggen dat hiërarchisch toezicht, dat zie je fysisch, geografisch, zie je dat in de inrichting van die kazerne, in de inrichting van een stad, van een school, nou ja, et cetera. Dat is eigenlijk nog heel begrijpelijk. Maar als het gaat over die digitale architectuur, dan is dat veel lastiger om dat precies te zien. Wat gebeurt er als wij allemaal een corona-app op onze telefoon downloaden? En als wij voortdurend door de stad lopen, terwijl wij getrackt worden, onze sporen, al onze bewegingen, die kleinste bewegingen waar het al in de pest over ging, alles wordt in kaart gebracht, gecontroleerd, geregistreerd. Er wordt gekeken of als er een melding is, of ik wel zo gehoorzaam ben om in mijn huis in quarantaine te gaan. Dat kan gewoon gevolgd worden via apps. Nou, wij zijn inmiddels zo ver met de discussie dat we proberen om al die privacy dingen zoveel mogelijk onder controle te brengen. Maar in principe kun je met deze technologie kun je eenzelfde vorm of veel verdergaande vorm van disciplinering inzetten dan in het panopticon van Bentham gebeurde. En ook met het testbeleid zet je natuurlijk een hiërarchisch toezicht in gang, waar je precies weet wie in Nederland waar besmet is en hoe je vervolgens daar als autoriteit, als overheid, op kunt reageren. Dat brengt mij op de tweede techniek, de normaliserende sanctie. Die normaliserende sanctie betekent dat er een micro-strafsysteem wordt ontwikkeld, al in de kazerne, waar je hele kleine strafmaatregelen hebt. Bij wijze van spreken, je moet nog een keer je rugzak uitpakken en alles weer opnieuw inpakken. Je wordt niet zoals door de vorst gedood of wat dan ook. Nee, het zijn hele kleine straffen en tegelijkertijd ook kleine beloninkjes die maken dat je op een bepaalde manier gaat gedragen. En in klassen zie je bijvoorbeeld dat een van de straffen is de voortdurende oefening. Dus je krijgt strafregels of je moet de tafels opzeggen om te zorgen dat jij, terwijl je gestraft wordt, jezelf oefent en daardoor een betere leerling wordt. Of er wordt een strafboekhouding bijgehouden, zodat de docent weet, dit heeft de leerling fout gedaan of dat heeft hij fout gedaan. Of in het leger weet de leidinggevende welke soldaat nog achterloopt en hoe je kunt zorgen dat alle soldaten getraind worden, dat alle leerlingen zich goed gedragen, goed kunnen schrijven, zich niet onzedig gedragen. Nou ja, noem maar op. Deze normaliserende sanctie, dat is de macht van de norm.
daar zit steeds een norm achter, bijvoorbeeld een gezondheidsnorm. En die norm die wordt vastgesteld door middel van empirisch onderzoek. Dus bijvoorbeeld die geneeskunde van de epidemieën stelt op een gegeven moment op basis van alle observaties vast van, nou, we moeten de norm voor hoeveel mensen besmet kunnen worden is dit. Of de norm, je ziet feitelijk elke avond zien wij de norm van hoeveel IC-bedden nog hanteerbaar zijn. En daarachter zit een vast idee, een vaste norm over wat eigenlijk gezondheid is. Wat ziekte is. Hoe lang ons leven tegenwoordig moet zijn. De levensverwachting van ons nu bij geboorte is ongeveer 80 jaar. Nou, dat is een norm waar wij van zeggen van, hey, dat moet de norm zijn. Waaromheen wij die disciplinerende, normaliserende sancties organiseren. Foucault spreekt soms ook van een klein tribunaal, omdat je ook dit mechanisme internaliseert en voortdurend bij jezelf denkt, hey, voldoe ik wel aan die gezondheidsnorm? Ben ik wel normaal genoeg? De laatste techniek is het examen. En dat is een combinatie van dat hiërarchisch toezicht en de normaliserende sanctie. Want wat gebeurt er? Je weet dus precies wat iedereen doet. Je hebt alles in kaart gebracht. Je weet elke beweging van het individu. Je weet wat de norm is. Je probeert mensen onder te brengen in dat is normaal, dat is abnormaal. En dan vervolgens ga je alles en iedereen in een soort klassificatiesysteem in kaart brengen. En weet je dus precies, oh, daar is het gevaarlijk, daar is het niet gevaarlijk. En dat geldt niet alleen voor de mensen die aan de knoppen zitten. Nee, dat geldt ook voor iedere burger. Die is in feite ook steeds bezig om dat examen af te leggen. En wat je dan ziet, is dat hier een subjectiverende onderwerping is van al diegenen die worden beschouwd als een object. Dus het is een subjectiverende onderwerping van alle, zeg maar, Nederlanders die worden beschouwd als een object. En tegelijkertijd een objectivering van onderworpen subjecten. Dus in Nederland worden wij allemaal, of in heel Europa, wordt iedereen in kaart gebracht. Elk individu wordt ingedeeld in die categorie van besmet, niet besmet, ziek, dood. Daar zijn wij, zeg maar, een soort object. En tegelijkertijd zijn wij een subject die disciplinering heeft geïnternaliseerd, die zich daarom op een bepaalde manier gedraagt. En dat kan weer bestudeerd worden. Dus kennis en macht zijn volledig op elkaar gestapeld, met elkaar verweven. Ik zou zeggen, het model wat Foucault hier ontwikkelt is vele malen complexer dan wat hij in de geboorte van de kliniek heeft laten zien, waar het eigenlijk alleen nog maar over kennis gaat. En nu gaat het over macht en kennis. En dan is het altijd heel lastig, want Foucault zegt in het boek wat hij hierna schrijft, dat heet La Volonté de Savoir, het is het eerste deel van de geschiedenis van de seksualiteit, de wil tot weten in het Nederlands. En daarin schrijft hij zelfs dat macht zodanig overal is dat je er nooit aan kan ontsnappen. Sterker nog, zelfs de weerstand tegen macht is onderdeel van die hele machtsconstellatie. Ja, dus je zou kunnen zeggen, zelfs viruswaarheid is onderdeel van de disciplinerende macht, als je Foucault leest. En daarmee verwoord ik feitelijk ook al de kritiek die op dit boek kwam, namelijk dat je aan deze macht niet kunt ontsnappen. Want omdat je hem internaliseert en je denkt dus, ik doe in vrijheid, nou ja, weet ik veel wat, download ik een app, een corona-app, daar ben ik helemaal van overtuigd, dat is mijn vrijheid. En ondertussen word je onderworpen aan allerlei machtsrelaties. En als je zo naar de wereld kijkt, kun je feitelijk niet ontsnappen aan die disciplinering. Nou ja, Foucault raakte zelf ook in deze filosofische deadlock, een doodlopende straat. En dat was een reden voor hem om, daar ga ik het nu niet over hebben, maar om naar de
oude Grieken via de 5e eeuw voor onze jaartelling te gaan. En daar te kijken hoe ze daar, toen de menswetenschappen nog niet bestonden, toen waarschijnlijk de pest ook nog niet bestond, er zullen vast wel besmettelijke ziektes zijn geweest, toen er nog geen leger was, nou ja, noem maar op. Hij is daar gaan kijken van hoe kunnen mensen zichzelf vormgeven zonder al die disciplinerende mechanismes die wij ontwikkeld hebben. Of je daar iets mee kan in onze tijd is maar de vraag, want wij zitten natuurlijk wel met al die disciplinerende technieken, waarvan ik eerlijk gezegd alleen maar denk dat ze zijn toegenomen. Want kijk je naar onze situatie, dan zie je enerzijds dat er vanaf de jaren 60 een proces van dedisciplinering is opgetreden. We zijn steeds meer tegen discipline. Vraag je aan hedendaagse ouders wat ze willen dat er met hun kinderen gebeurt op school. Nou, het laatste wat ze willen is dat het gehoorzame burgers worden. Nee, ze willen ook, en ook niet dat het gedisciplineerde types worden. Nee, ze willen heel graag dat het kinderen worden die zelf kunnen nadenken, zelf kunnen kiezen, zelf kunnen besluiten. Dus die zelfbeschikking is ook nu een van de belangrijkste idealen voor het opvoeden van kinderen op school. Maar dat betekent dat we ook wel in die zin weinig gezag meer hebben voor autoriteiten. En dat er een proces van dedisciplinering is opgetreden, waarvan je kunt afvragen of de nadelen daarvan, noem eens wat, een obesitas, mensen die moeite hebben om hun verlangens uit te stellen. Nou ja, je kan van alles en nog wat bedenken. Discipline heb je eigenlijk nodig om de dingen die je belangrijk vindt, om die te kunnen bereiken. Zonder discipline is het eigenlijk, dus bijna het leven niet te leven op een manier waar je de dingen die je belangrijk vindt wel kunt bereiken. Dus het heeft allerlei nadelen, die dedisciplinering. En je zou kunnen zeggen, het is een misschien verder gegaane vorm van democratisering. Dus die kan zijn dat die democratisering steeds verder gaat. En misschien kunnen we dat ook wel steeds beter hanteren. Maar die dedisciplinering gaat tegelijkertijd samen met een steeds verder uitgebreide toezichtssamenleving. Zodanig dat we, ik geloof eergisteren in de NRC konden lezen, hoe Defensie de eigen bevolking in de gaten houdt. De Nederlandse krijgsmacht heeft sinds de corona-uitbraak heimelijk allerlei informatie verzameld van de Nederlandse bevolking. Dus het is een disciplinerende techniek die ingezet is, waar zelfs wij geen enkel idee van hebben. Het is de vraag of de overheid dit geweten heeft. Het is een uitbreiding van de toezichtssamenleving. Heel even kijken. Oh ja, nog één ding. In het laatste deel van Surveiller et Punir, het deel wat over gevangenis gaat, daar laat Foucault het meest expliciet zien hoe die discipline zich vervolgens verder ontwikkeld heeft. En dan zie je dat de focus steeds minder op het lichaam is en steeds meer op gedrag en informatie. En die informatie die komt naar boven door alle observaties. Die observaties geven een specifiek vorm van weten en die zijn dan reden om individuen te disciplineren, waarmee ze een instrument worden zelf van die disciplinerende macht. En wat gebeurt er dan, is dat mensen zelf vertellen waar ze afwijken van de norm. Ze weten zelf wat ze moeten doen om zich beter te gedragen. Ze weten zelf hoe ze zichzelf moeten corrigeren. En dat is feitelijk dat laatste stadium waarin je dus ziet dat die disciplinering wordt geïnternaliseerd. En wij zelf het vehikel worden van die disciplinerende macht. Tot slot, Foucault zei het al,
Die discipline is de keerzijde van de democratie. We denken wel vaak dat wij in een tijd leven waar het allemaal veel beter is dan in die oude tijd, toen die autoriteiten allemaal nog gewelddadige dingen konden doen, mensen onderdrukten. We hebben het gevoel dat wij vele malen vrijer zijn dan voorheen. Foucault laat zien dat dat waarschijnlijk helemaal niet waar is. Zelfs nu denken wij nog dat wij ten opzichte van de jaren 50 dat wij veel vrijer zijn dan toen. Toen de meesters nog streng waren in de klas. Nu zijn wij allemaal vrije mensen. Maar het keerzijde van die vrijheid, van dat mindere, van die mindere autoriteit, is dat wij in samenlevingen leven waar de disciplinerende machten vele malen verder uitgebreid zijn, subtieler werken en waarschijnlijk ook onzichtbaarder zijn. Foucault schreef alleen maar een historische studie. Hij doet net alsof hij een neutraal verhaal vertelde. Maar laten we wel wezen, in zijn interviews zei hij dat hij hoopte dat zijn boeken Molotov-cocktails waren, die mensen zodanig aan het denken zetten over de machtswerkingen dat ze die machtswerkingen zichtbaar zouden gaan maken. En hopelijk ook, althans dat vond hij, ze ondermijnen. Ik ben daar zelf eerlijk gezegd wat genuanceerder over. Ik zou zeggen, laten we al die disciplinerende werkingen die nu ook rondom corona in gang gezet worden en die waarschijnlijk niet zullen verdwijnen als wij niet nadenken, laten we daar heel kritisch over nadenken. Laten we kijken straks, als deze epidemie voorbij is, welke disciplinerende technieken vinden wij goed en welke vinden wij dat teruggeschroefd moeten worden. Want hoe je het ook went of keert, wij hebben ons reflectievermogen, wij kunnen nadenken. En in plaats van discipline ofwel alleen maar weg te gooien of alleen maar toe te juichen, zou ik denken, laten we erover nadenken en kijken hoe we democratisch kunnen besluiten welke vormen van discipline prettig zijn, ons helpen en welke ons alleen maar onderwerpen. Dank jullie wel. Dank je wel, Marlie Huijer. Ben ik eigenlijk gelijk heel benieuwd. Je had het nu op het einde over welke vormen van disciplinering zijn nou eigenlijk prettig en welke niet. Kan je daar al iets over zeggen? Wat vind jij? Nou, wat ik bijvoorbeeld merk op mijn werk is dat ik vind het verschrikkelijk om nu, zeker de laatste weken, weinig collega's te zien. Ik vind het ook vreselijk om studenten om hoorcolleges online te geven. Ik ben blij dat ik donderdag weer een paar studenten fysiek zie. Maar ik merk wel dat er een aantal dingen zijn die eigenlijk online veel sneller gaan dan fysiek. En dat maakt wel, ik zie in enquêtes die bij ons aan de universiteit worden gehouden, dat veel mensen zeggen, we zouden eigenlijk graag de helft van de tijd thuis werken en de helft van de tijd op het werk zijn. En ik kan me voorstellen dat we daar een balans in bereiken waarvan we zeggen van nou, die inrichting van het werk die ons allemaal disciplineert, die zou misschien net wat anders kunnen. Of het kan zijn dat je internationale congressen veel vaker online doet dan dat je ze allemaal real life doet. Heeft dat met discipline te maken? Nou, in zoverre dat het gaat over de inrichting van bijvoorbeeld het werk of de inrichting van een universiteit, die allemaal effect hebben op hoe wij ons gedragen. Ik ben heel benieuwd, want jouw verhaal over Foucault klinkt best wel onheilspellend. Hoe komen studenten nou uit jouw collegezaal als jij het werk van Michel Foucault besproken? Lichtelijk nou, gedesoriënteerd of valt dat valt het mee? Ik moet je bekennen dat ik de laatste jaren vooral college heb gegeven over het late werk van Foucault. Dus dan gaat het over die Griekse oude samenleving en de Romeins-Hellenistische samenleving van de eerste twee eeuwen van onze jaartelling, die eigenlijk veel optimistischer zijn. Ik vind dit terecht dat dit een van de meest gelezen boeken is, omdat het je zo'n inzicht geeft in hoe onze samenlevingen geordend zijn, hoe westerse samenlevingen geordend zijn, ook steeds meer niet-westerse overigens. Het is in zekere zin wel fatalistisch. Het is een van mijn promovendi die werkt op een middelbare school.
En die behandelt ook Sylvier Penier met zijn leerlingen. En die leerlingen lopen daarna echt door de gangen. En die zegt opeens zoiets van, hè, alles hier is helemaal ingericht om mij tot bepaald gedrag te gebruiken, te bewegen. En dat is in eerste instantie is dat benauwend. Je denkt, jeetje Mina, ik dacht dat ik vrij was, maar eigenlijk word ik voortdurend gedisciplineerd. In tweede instantie is het ook voor mijzelf altijd reden om dat te benoemen en dan te kijken, kan ik er toch op een of andere manier mee spelen? Kan ik het toch net veranderen? En het leidt er bijvoorbeeld toe dat ik op mijn werk zit ik niet voor het raam, maar zit ik om de hoek, zodat mensen me niet kunnen zien werken. Echt waar? Ja, ik vind het helemaal niet prettig om de hele tijd bekeken te kunnen worden. En ik zie ook bij andere collega's, die plakken gewoon de ramen af. Want die hebben iets van, ja, ik wil toch niet dat iedereen die hier langs loopt kijkt of ik wel aan het werk ben of wat ik dan precies doe. Dus ja, je kan natuurlijk ook op allerlei manieren bedenken van, hé, hoe ga ik me daar, in plaats van er meteen in mee te gaan, kun je natuurlijk ook bedenken van, hé, maar ik hoef er niet altijd in mee te gaan. En heb je dan ook een stickertje op je camera van je computer? Ja, absoluut. En je zei het al, het boek is ontzettend veel gelezen, veel aangehaald. Is het ook een boek wat nu door veel complotdenkers wordt aangehaald? Juist omdat het gaat over die verborgen machtsstructuren? Ik durf het je niet te zeggen. Maar kijk, Foucault zou meteen zeggen, oh, maar een complottheorie is het tegengestelde van wat ik bedoel. Omdat bij een complottheorie is er iets, een mens of een instantie, een Big Brother, een Bill Gates, of nou ja, er wordt altijd een iets aan gehangen, mm-hmm. Die verantwoordelijk is voor de maatregelen rondom corona, waar mensen dan tegen zijn. En bij Foucault is die macht echt anoniem. En dat betekent dat die ook overal en nergens functioneert. Dus wij zijn allemaal voertuigen van die macht. En dus in plaats van ergens naar een Big Brother te zoeken, is het veel belangrijker om te kijken naar je eigen omgeving, naar hoe jij ook zelf gedisciplineerd wordt. Want je bent zelf daar onderdeel van. En hoe doe je dat dan? Hoe kijk je naar jezelf? Hoe kan je dat ontdekken? Ja, kijk, dit is, kan dat? Eigenlijk filosofisch gezien is het een onmogelijke opdracht. Want als jouw subject, en kijk, Foucault die gebruikt ook echt het woord assujettissement, onderwerping, subjectwording. Subjectwording is dat je onderworpen wordt en in de onderwerping word jij subject. Dus jouw ik komt tot stand in de onderwerping aan bepaalde kennissystemen en bepaalde machtssystemen. Nou is het zo dat in die laatste fase er naast kennis en macht een as van subjectiviteit ontstaat. En dan gaat Foucault eigenlijk op zoek van, kan je nou in die reflectie op die kennissystemen, in die reflectie op die machtssystemen, en met name de reflectie op hoe die jouw ik tot stand brengen, kun je in die reflectie daarop misschien openingen vinden om het ik op een andere manier in praktijk te brengen. Nou, dat is dan een mega opdracht. En hij zegt dan ook op een gegeven moment in een van de interviews dat het betekent dat je eigenlijk altijd waakzaam moet zijn en voortdurend moet denken, zou ik mezelf misschien ook op een andere manier vorm kunnen geven? Ik vind dat zelf eerlijk gezegd een hele leuke opdracht, omdat je steeds het je eigenlijk dag in dag uit wakker houdt en je denkt van, jeetje, maar ik zou eigenlijk ook die verhouding tot mijzelf, ik zou de vrijheid kunnen nemen om dat net anders vorm te geven. En kan je daar een voorbeeld van geven? Heel simpel voorbeeld. Als je als vrouw in de filosofie in de universiteit werkt, dan heb je zeker in de beginjaren, en althans in de tijd dat ik opgroeide en langzaam maar zeker die filosofie ingroeide, dat je bijzonder vaak wordt aangesproken op je vrouw zijn. En ik heb zo vaak gedacht, ja, maar ik ben hier helemaal niet vrouw, ik ben filosoof. En ik ben op een bepaalde manier, ik ben ook op een heel westerse filosofische manier getraind. En ik spreek de taal die filosofen spreken. Waarom is daar steeds dat ik als vrouw en als een vrouwelijk subject word gezien? En welke verwachtingen zitten daar dan aan?
En ik weet wel dat ik een keer in een college tegen studenten heb gezegd... Ja, by the way, jullie hebben het waarschijnlijk niet gezien, maar ik ben een vrouw. En dat die studenten allemaal iets hadden van... Hè? Ja, maar dat weten we toch? Maar ik zei, hoezo dan? Ik heb toch niet gezegd dat ik een vrouw ben? En dat zijn natuurlijk kleine spelelementen... om even om hun ervan bewust te maken... dat zij mij voortdurend zien in eerste instantie als vrouw... en in tweede instantie als filosoof. En ik dus voortdurend moet bewijzen van... ja, maar ik ben echt een filosoof. En om dat mechanisme, dus om zeg maar mezelf niet in een rol te hebben... van oh, maar jij bent zus of jij bent zo... is het goed om dat, zeg maar, dat in gesprek te brengen... en dan te zoeken van kan het ook anders? Het is een beetje te ontregelen bijna. Ja, in zekere zin is het. Ja, ja. De opening is in feite een ontregeling, ja. En hoe ben jij zelf in aanraking gekomen met het werk van Foucault? Want je bent een echte Foucault-expert, bent erop gepromoveerd. Je hebt een boek geschreven over disciplinering. Ja, ik was... Ik ben eerst opgeleid tot arts. En ik werkte als methadonarts. En dat was vrij saai, vond ik. Ja, veel mensen denken dan, oh, druggebruikers, spannend. Maar het is eigenlijk heel saai. En ik was daarom ernaast filosofie gaan studeren. Niet wetende dat ik zo begeisterd zou raken dat ik helemaal die filosofie verder in zou gaan. En een van de eerste boeken die ik bij Hans Achterhuis in het tweede jaar las was Discipline and Punish. Dat was toen net in het Engels uitgekomen. Dus de Engelstalige versie van dit boek. En ik heb dat echt helemaal met rode oortjes zitten lezen. En wij waren toen binnen die drugshulpverlening allemaal registratiesystemen aan het ontwikkelen. Met een heel duidelijke norm van wat normaal was en wat niet normaal was en waar je naartoe moest streven. En ik heb vervolgens meteen daar een werkstuk ook over geschreven om mijn eigen werk te analyseren vanuit dat boek. En ja, daarna was ik verloren. Toen heb ik zelfs ontslag genomen, want ik dacht, ik wil niet meer in zo'n systeem werken, want... Maar ja, dan zit je op een broodkorstje te bijten en denk je, nou, is misschien toch niet handig om de filosofie leidend te laten zijn in het lijden van het leven. Maar ja, dat is dan maar zo. En het is misschien een hele gemene vraag, maar Foucault schreef over epidemie, over de pest. Maakte jouw onderzoekshart nou een klein sprongetje toen deze pandemie hier zich ontvouwde? Om het werk van Foucault in alle glorie te kunnen bestuderen? Nou, heel eerlijk gezegd niet, omdat ik ben voorzitter van Stichting Maand van de Filosofie, die dus de Maand van de Filosofie in april altijd mede organiseert, die de Denken des Vaderlands benoemt, die het essay voor de Maand van de Filosofie, het kinderboek van de jury voor het beste boek, Socrates Prijs, van alles en nog wat organiseren wij. En ja, het is het coördinatiepunt van al die filosofie, cafés en filosofische festivals in Nederland. En het eerste wat ik dacht is van, ja, die publieksfilosofie valt stil. En het verdwijnen van het real-life gesprek is zo ongelooflijk slecht voor het denken. Juist ook voor de vrijheid, zou ik bijna zeggen. De vrijheid om dingen net wat anders te doen. En ja, het sluit ons in een digitale wereld waar je mensen die anders denken dan jij niet meer tegenkomt. Dus nee, ik moet eerlijk zeggen dat ik meteen dacht, jeetje, wat gaan we nu in gang zetten? En ik was dus, nee, het was niet zo dat ik dacht van, oh, wat een heerlijk onderwerp. Nee. Flauwe vraag ook. Vraag, maar... Laten we even gaan kijken naar de vragen die binnen zijn gekomen. Dat zijn er inmiddels al een paar. Mocht je nog steeds vragen hebben, stel ze dan ook nog steeds in de chat. Ze kunnen nog steeds binnenkomen. En we hebben zeker nog een klein half uur om ze te beantwoorden. Ik heb hier een vraag van Levine. Zij vraagt, leidt thuiswerken misschien tot minder discipline vanuit de overheid en werkgevers? Leidt thuiswerken tot minder discipline? Ik vermoed heel eerlijk gezegd van niet. Omdat je precies kunt zien wanneer mensen inloggen. Wanneer mensen meer uitloggen. Ik weet niet hoe de ervaring van anderen is. Maar ik merk dat ik meer mails krijg dan vroeger.
Dat ik ook, dat ik zie gewoon dat al mijn collega's precies weten, en met name de leidinggevende, of ik online ben, wat ik doe. Dus ik heb eerlijk gezegd het gevoel dat ik meer gecontroleerd word en meer gedisciplineerd word. Dus nee, ik zou denken dat het. Nee. Dat het dus tot meer discipline leidt in plaats van tot minder discipline, omdat alles digitaal te volgen is eigenlijk. Ja, ja. En ik vind bijvoorbeeld zelf ook bij tentamens mag je als docent ervoor kiezen om Proctor te gebruiken. Dus technologie die de studenten thuis met camera's volgt om te kijken of ze niet spieken. Ik heb dat voor mijn vak heb ik gezegd dat ik dat niet wil. Maar het maakt dat de overheid via de universiteiten in de huiskamers van studenten komen. En daar natuurlijk veel meer zien dan alleen maar dat bureau. En zien hoe mensen eruit zien. Dus mensen worden heel erg een object wat bekeken kan worden, wat geregistreerd en gecontroleerd kan worden. Ik ben daar eerlijk gezegd niet helemaal zeker van dat dat niet tot een vorm van disciplinering leidt, waarvan we eigenlijk altijd gedacht hebben, dit gaat ons nooit gebeuren. Ik heb zelf ook altijd gedacht, een Big Brother-achtige situatie, daar zullen wij niet in komen. De afgelopen maanden weet ik dat niet meer zo zeker. Met name dat binnendringen van digitale technologie in de kamers van mensen, waarbij je dus weet dat je die beweging kunt sturen, dat mensen ook weten dat ze zelf bekeken worden. Het is het hele idee van Proctor, dat je natuurlijk weet, die camera kijkt naar mij, en dat je dat internaliseert en je dan dus goed gaat gedragen. Dat vind ik een onvoorstelbaar vergaande vorm van disciplinering. Dus dat je je kamer nog even snel opruimt voordat je je videomeeting ingaat. Ja, bij wijze van spreken. Ja. Ja. Een andere vraag van Maud, die vraagt zich af, of die niet zozeer een vraag, maar die zegt, ik zou graag nog meer uitleg hebben over waarom viruswaanzin of waarheid onderdeel is van de disciplinerende macht. Dat is een complex iets. Ik moet eerlijk zeggen dat ik zelf ook altijd een beetje twijfel of ik dat echt heel goed begrijp bij Foucault. Hij laat aan het einde zien dat illegaliteit en delinquentie, in dat boek dus, dat die onderdeel zijn van die disciplinerende macht. Waarom? Omdat je hebt een hoeveelheid illegale mensen die buiten de wet staan, delinquente criminelen nodig, om te laten zien wat de norm is. Stel je voor dat iedereen zich perfect zou gedragen, dan is er feitelijk geen reden meer voor disciplinering. En dus heb je mensen nodig die afwijken, om te laten zien wat de norm is en waar je aan moet houden. En in die zin is fierce waanzin, die mensen oproept om te demonstreren, die zegt, we willen geen mondkapjes op. Zou je vanuit Foucault gezien, hè, even duidelijk van wat Foucault daarover zou zeggen, zou je kunnen zeggen, ja, dat is onderdeel van die hele constellatie. We hebben dat nodig om ons tegen hun af te kunnen zetten, zodat wij weten van, oh, maar wij zijn de goeie die wel mondkapjes en wel anderhalve meter. En ik vind soms de terminologie waarin over dit soort groeperingen gesproken wordt, vind ik ook heel erg passen binnen dat frame van Foucault, waarbij ik denk van ja, waarom is er eigenlijk niet een zoveel mogelijk een open gesprek over die verschillende invalshoeken? Want kijk, hoe je het ook went of keert, de maatregelen van voor corona, die staan helemaal in het kader van, wij moeten allemaal zo lang en gezond mogelijk leven. En daarmee sluiten ze allerlei andere waarden. Hè, dus de waarde van cultuur, de waarde van elkaar ontmoeten, van aanraking, nou ja, noem maar op, sluiten ze uit. En je moet natuurlijk steeds een afweging maken tussen verschillende normen die er in de samenleving zijn. En de gezondheidsnorm is niet de enige norm. En het is ook belangrijk of normaal om aan cultuur te doen. En die twee moet je, en ook de economie, al die facetten moet je feitelijk tegen elkaar afwegen. En als je te snel zegt van, oh, maar dat zijn de afwijkenden die van de norm afwijken en die gaan wij niet serieus nemen,
dan loop je het risico dat je feitelijk alleen maar in die disciplinering meegaat en niet erover nadenkt van hey, wat is eigenlijk een goed leven en hoe kun je dat, hoe kun je ook een gezamenlijk goed leven opbouwen? Dan is er nog een ander element. Kijk, sowieso is de weerstand bij Foucault onderdeel van de macht, omdat feitelijk is het bij hem één krachtenveld en al die krachten die werken op elkaar in, daar zitten soms concentratiemomenten en in die concentratiemomenten is er dus ook een tegenmacht die dan weer, hè, omdat het bij elkaar komt, ook weer uit elkaar gaat. Maar dat zet eigenlijk alleen maar weer nieuwe machtswerkingen in gang. Dus het is feitelijk één groot slagveld met allemaal machtswerkingen waar en, je... En als we daaraan willen ontkomen, moeten we juist dat gesprek aangaan in plaats van... Dat is een soort losse... Nou ja, kijk, je kan, ja. Bij Foucault kan je er niet aan nee, ontkomen. Dat is het lastige. Maar ik zou zelf zeggen van... ik vind dat instrumentarium van dat je reflecteert op welk soort ik wordt geproduceerd door kennis, door macht. En hoe kan ik daar op reflecteren en misschien kijken of het ook anders kan. Dat vind ik wel een mooi denkkader. En daarbij komt dan bovendien dat ik denk van ja, in die afweging tussen democratisering en disciplinering is het ook belangrijk om te kijken van ja, je kan wel zeggen ik vind altijd alleen maar die democratisering beter, maar het zou kunnen zijn dat sommige vormen van autoriteit misschien de voorkeur hebben. Je kan bijvoorbeeld zeggen, ik vind de autoriteit waar je met elkaar over besloten hebt, vind ik een goede vorm van autoriteit. Stel dat jij in een gezin zegt van nou, dit is een voorbeeld wat ik aan Paul Verhagen ontleen. Die zegt van nou, grootouders die zorgen mede voor de kinderen, maar eigenlijk moet de autoriteit bij de ouders liggen. En die zijn degene die elke keer zeggen, dit moet zus, dit moet zo, dit moet... En dan wijs je dus met elkaar aan wie de autoriteit is. En die bepalen gewoon de regels en hoe je het doet. Kan natuurlijk wel weer ter discussie gesteld worden, maar... Dat later. Ja, precies. Nu ben ik wel benieuwd, want je maakte al het onderscheid in je presentatie tussen autoritaire macht en disciplinerende macht. Zijn we eigenlijk vrijer onder die autoritaire macht? Of ziet Foucault het zo? Of zie ik het dan verkeerd? Nou, daar heeft hij zich niet over uitgelaten. Maar het is wel zo dat hij op allerlei terreinen ervoor pleit om dingen ook... onuitgesproken te laten, om ze geheim te laten. He, bij wijze van spreken het geheim van het cachot. Een soeverein die ziet niet alles. Maar als hij het ziet, dan ben je ook meteen de peneut. Maar als hij het niet ziet, dan heb je natuurlijk heel veel geheime ruimte. En kijk je bijvoorbeeld naar hoe hij denkt over seksuele identiteiten, dan is zijn standpunt dat in plaats van je steeds uit te spreken over een bepaalde seksuele identiteit en daarmee een bekentenis te doen en je te plooien in een disciplineringstechniek, zegt hij juist van, weiger nou al die identiteiten. Weiger al die vormen van ik die gecreëerd worden in die kennissystemen en die machtsrelaties. En kijk of je het seksueel veel meer kan doen en daar de vrijheid in praktijk kan brengen, in plaats van dat je je bekent en daarmee onderworpen wordt aan dat hiërarchische toezicht, aan die normalisering, aan dat examen. Dus doen, we moeten vooral doen. Ja, en hij wil dus absoluut ook dat er dingen zijn die geheim zijn, die je niet ziet, die wij onder elkaar doen, ja. Zonder dat. En heel eerlijk gezegd, ik zit liever met een groepje studenten zonder camera's erbij, met elkaar te overleggen, dat we in vrijheid en met alle imperfecties kunnen filosoferen, dan dat overal camera's opstaan, alles transparant is en je ook als docent bijna de neiging krijgt om alleen nog maar perfecte colleges op te laten nemen. Het is desastreus voor de voortgang, voor de vooruitgang van ons denken. Even kijken, we hebben nog meer vragen. Sophie die vraagt zich af, hoe denkt u over de verspreiding van desinformatie binnen sociale media in relatie tot gebrek aan een disciplinerende macht binnen deze media? Even denken hoor, hoe denk ik over de verspreiding van desinformatie in relatie tot een gebrek aan de disciplinerende macht binnen deze media? Dus het gaat er eigenlijk van uit dat er geen
disciplinerende macht binnen de sociale media aanwezig ja, is. Ja, nou, daar heeft ze wel gelijk in. Want je ziet natuurlijk op Facebook, Twitter, et cetera, dat het de bedrijven niet lukt om desinformatie volledig weg te krijgen. Kijk, daar zou ik zeggen, dat is nou een vorm van discipline die je op een goede manier moet vormgeven. En dat betekent feitelijk dat de macht van Twitter of Facebook weggehaald zou moeten worden. En je als burgers, als Europa, nou noem maar op, probeert om op een democratische manier te bedenken van hoe kun je nou informatie die werkelijk helemaal indruist tegen datgene waarvan we in de wetenschap weten van ja, maar dat staat nu niet meer ter discussie. Dat is echt voor 99% duidelijk. Hè. Zoiets als bijvoorbeeld klimaatverandering, dat veroorzaakt wordt door menselijk handelen. Dat is op dit moment door 99% van de wetenschappers wordt dat onderschreven. Nou, dan is het de vraag, ga je daar steeds oorlog over voeren? Of zeg je van nee, we moeten nu handelen, want die klimaatcrisis is zo ernstig en dat gaat zulke desastreuze gevolgen hebben. We moeten nu handelen. Ik zou zeggen, daar waar wetenschappelijke waarheden werkelijk getart worden en er allerlei alternatieve onwaarheden worden verspreid, daar denk ik is het heel goed dat ten eerste de wetenschap kijkt van hoe kunnen wij zorgen dat wij ook op die sociale media onze kanalen heel goed hebben, zodat mensen zich makkelijk wetenschappelijk kunnen informeren. Maar anderzijds moet je een soort disciplineringssystemen ontwikkelen en liefst democratisch onderbouwd, die zorgen dat niet allerlei desinformatie zomaar overal en nergens verspreid kan worden. Maar 99% van de klimaatwetenschappers, is dat dan niet de norm? Is dat niet gevaarlijk? Ja, kijk, binnen de wetenschap zelf moet alles ter discussie blijven staan. En feitelijk moet je ook als wetenschapper bereid zijn om steeds weer ook met het publiek die discussie aan te gaan. Maar het kan niet zo zijn dat je dan vervolgens helemaal niet handelt, alsof het niet waar is dat we met een door de mens veroorzaakte klimaatverandering hebben, te maken hebben. Dus als politiek denk ik van ja, je kan niet de wetenschap geheel opzij schuiven en zeggen, nou alles is waar. Dat kan denk ik niet. Overigens is het wel zo dat ook Foucault allerlei documenten, ook niet wetenschappelijke documenten, meeneemt in het beschrijven van zijn geschiedenissen. Dus het is niet zo dat het puur en alleen een waardering voor de wetenschap is. Oké. Anke die vraagt, hoe zag Foucault de rol van de kunstenaar in de toezichtssamenleving? De rol van de kunstenaar in de toezichtssamenleving. Ik geloof niet dat hij daar ooit over geschreven heeft. Ik zit even te denken. Ik weet het niet. Ik kan me wel voorstellen, want hij heeft veel gedaan met kunstenaars. Dat hij de kunst ziet als een manier om achter de disciplinering, achter kennissystemen, achter machtssystemen, om die zichtbaar te maken. Om ook, denk ik, die openingen om vrijheid om vrijheid te praktiseren, om die te vinden, dat kunst daarin een heel belangrijke rol kan spelen. Maar ik zit even me af te vragen, maar in de jaren 60 heeft hij wel een boek geschreven over allerlei kunstenaars en ook inleidingen bij exposities. Maar op dat moment was hij nog heel erg bezig met een soort andere, vaak met een hoofdletter geschreven, wat dan achter het bekende, achter het ene zou zitten. Dat is dan het onnoembare, het niet zichtbaar te maken. En dat was bijna iets metafysisch, iets wat groter was dan het dagelijks leven. Dat heeft hij later losgelaten en is dat andere wat onzichtbaar is verdwenen. Maar het is wel zo dat als je kijkt naar dat latere werk, dat hij dan toch weer op zoek is naar iets wat er feitelijk nog niet is. Waar je probeert om een relatie met jezelf tot stand te brengen die echt nieuw is. En dan zegt hij ook van ja, je moet je leven tot een kunstwerk maken. En dat betekent niet dat je het tot een object moet maken, maar wel dat het een artistiek proces is waarin je steeds weer op zoek bent naar een nieuwe vorm van het zelf. En dan altijd in relatie met anderen, moet ik zeggen hoor. Dus op zich
is die kunstenaar en de kunst is heel belangrijk. Maar het is wel zeg maar iets waar wat dan af en toe. Hij heeft er niet een speciaal werk over geschreven. Nee. Even kijken hoor, we hebben nog best wat vragen hier staan. Anoniem, die vraagt, wat vindt u van het idee dat wij ons in een nieuw postmodern episteem bevinden, met een machtsstructuur waar een meer positief conditioneringsstelsel de maatschappij tot gehoorzamen dwingt? Ingewikkelde vraag. Ik vind het wel goed dat deze persoon het anoniem doet. Ja, het is jammer dat ik dan niet anoniem ben. Kijk, als wij in de zaal zouden zitten, zou ik de naam niet hoeven te weten. Maar dan zou ik de persoon zien. Nu is het jammer dat ik de persoon niet zie en dat hij dus helemaal anoniem blijft. Maar het past wel bij Foucault om anoniem een vraag te stellen. We zitten in een postmoderne episteme. Foucault wilde zelf niet tot de postmoderne of de poststructuralist gerekend worden. Ik denk dat dat meer was omdat hij gewoon überhaupt geen etiketje wilde. Want ik vind hem wel degelijk een postmodern filosoof die feitelijk elke grote waarheid, elk groot verhaal ter discussie stelt. Hij wordt ook vaak ingedeeld bij denkers als Lyotard, die expliciet over het postmodernisme heeft geschreven. Dus in die zin is het een, zou je zeggen, is het zeker zijn oproep, of zijn, ja, de oproep die achter zijn werken zit, is een postmoderne. En nou weet ik het tweede deel van de vraag niet. De disciplinering die dan. Waar een meer positief conditioneringsstelsel de maatschappij tot gehoorzamen dwingt. Ja, maar ik zou zeggen dat is feitelijk wat Foucault beschrijft. Hè. Dus het is een positieve disciplineringsmacht die ieder individu tot gehoorzaamheid brengt. Ja, dus dat klopt. Ja. Dan nog een vraag. Zullen we nog een vraag van anoniem doen? Dat zo goed past. Hoe kijkt u naar China's social credit systeem? Toont China niet dat je zowel disciplinaire als institutionele macht kan combineren? Ja, dat social credit systeem van China, dat vind ik ook een schoolvoorbeeld van de disciplinering die Foucault beschrijft. Kijk, je kunt zeggen, dat is goed. Hè? Je kunt sowieso over al die disciplinering zeggen. Waar maak je moeilijk? Waar maak je druk over? Het is gewoon goed, want we leven langer, we leven gezonder. Wat is het probleem? Ik zou zeggen, als je naar China kijkt, wat het probleem is dat er een duidelijk totalitair systeem is waar één partij regeert en waar alle burgers gedisciplineerd worden volgens één norm, waar wat dat betreft dus de democratische vrijheid heel erg gering is. En het is, ik bedoel, nu zou je kunnen zeggen, nou met corona, dat is het grote voorbeeld. Maar dan zou ik toch de kant van Foucault kiezen en zeggen van, ja, maar we moeten wel een afweging maken tussen het politieke systeem wat je en het sociale systeem wat je inricht, met dat ene doel om zo'n virus weg te hameren of om mensen zo lang mogelijk te laten leven. En door een keuze voor de disciplinering lever je ook ongelooflijk veel in. En ja, dat is dus een afweging. En ik zou niet graag het Chinese model hier importeren, eerlijk gezegd. Nee, ik ook niet, geloof ik. Rob vraagt, is macht nog wel macht als die anoniem is? Want we worden gedisciplineerd, onderworpen in systemen, bijvoorbeeld de universiteit. We zijn allemaal voertuigen van die macht, maar die macht zelf is niet aan te wijzen, te lokaliseren. Wie heeft er baat bij? Ja, kijk, als je heel goed gaat zoeken, dan vind je dat Foucault ergens macht definieert als action upon action. Dus het is een handeling op een handeling. Dus ik doe een handeling waardoor jij vervolgens een handeling gaat doen. En dat is de macht. Dus dat is eigenlijk niet meer dan dat ik een kracht uitoefen op jou die jou dan weer in beweging zet. En ja, je kunt natuurlijk bijna zeggen van ja, maar waarom noem je dat eigenlijk nog macht? Want als het niet meer te lokaliseren is in een individu, waarom zou je het dan eigenlijk nog macht noemen? Nou kun je in het Frans natuurlijk het woord pouvoir gebruiken, wat en macht en kracht is, waardoor je het iets kunt zeggen van, nou ja, oké, maar dan is het allemaal hetzelfde. Ik vind,
juist wel dat je het macht moet blijven noemen, omdat het heel expliciet laat zien hoe de macht die eerst in één persoon zit, hoe die zich versplintert en overal en nergens zich vertakt en ons tot bepaald gedrag brengt. Dus ja, ik zou bij het woord macht blijven. Even kijken. Hanna die vraagt, in de huidige pandemie lijkt de macht juist heel zichtbaar vanuit de overheid te komen, in plaats van anoniem te zijn. Is dit niet juist tegenstrijdig met de trend die Foucault beschrijft? Ja, ik vind dat wel een goede vraag inderdaad, want het lijkt natuurlijk nu alsof we plots gewoon weer een duidelijk autoritaire macht hebben met een outbreak management team en een minister-president en Hugo de Jonge, die dan elke keer zegt, beste mensen. Alsof wij de beste vrienden zijn, alsof het dus volkomen democratisch is. Terwijl in dit geval denk ik inderdaad dat wij plots een autoriteit hebben die ons tot bepaald gedrag brengt. Dus je zou kunnen zeggen, daar zit weer iets van die oude macht in. Aan de andere kant doen ze alles om de indruk te wekken dat ze niet de autoriteit zijn. En Rutte die is voortdurend bezig om te zeggen van nee, wij doen dit met z'n allen. Maar het is wel zo dat die macht van het outbreak management team van het kabinet democratisch gecontroleerd wordt door het parlement. Er bovendien in kranten, op televisie, overal mensen zijn die daar commentaar op leveren. Ik heb zelf ook als filosoof toch maar de vrijheid genomen om daar mij over uit te spreken. En zolang dat bestaat, kun je niet zeggen dat het zo'n soeverein is die duidelijk boven ons staat. Aan de andere kant is het wel zo dat veel van die disciplineringstechnieken nu ingezet worden door bijvoorbeeld de minister van Volksgezondheid. Die zegt van hey, al die apps, iedereen moet aan de corona-app. Als straks de corona voorbij is en die minister misschien al verdwenen is door de verkiezingen, dan blijven die disciplineringsmechanismen staan. Dus die autoriteit die dat even in gang heeft gezet, die is er inderdaad, maar die verdwijnt en wordt weer vervangen door een andere minister. Die disciplineringsmechanismen bestaan. En daar denk ik dat we ons op moeten richten. En bedoel je dan met die disciplineringsmechanismen die apps die we op ons telefoon hebben gezet? Die apps, dat zoomen of met Teams of wat dan ook, dat verdwijnt niet meer. Dat gaan we blijven doen. Dus allerlei nieuwe technologieën die ingezet zijn om ons tot, in dit geval, gezond gedrag te brengen, die kunnen allemaal zo gebruikt worden voor een volgende dreiging. Dus stel dat de volgende dreiging een terreuraanslag is, dan die apps die gedownload zijn, die worden dan ietsje aangepast en helpen om dan ons vervolgens daar weer voor te disciplineren. Dus wij moeten dan even akkoord gaan met de nieuwe voorwaarden die we nooit lezen natuurlijk. Ja, maar daar heb je ook gelukkig in Nederland heel veel deskundigen voor die allemaal dat ter discussie stellen en overschrijven en zorgen dat er kritische vragen gesteld worden. Nou ja, noem maar op. LB vraagt, wat voor krachten in de samenleving zie je die disciplinering tegengaan? Ik zou zeggen dat zijn de kritische stemmen die expliciet schrijven in bijvoorbeeld in kranten over wat die apps ons doen. Of die schrijven over wat precies die Chinese benadering is. En waarom je dat niet moet willen. Dus door de reflectie op de disciplineringsmechanismes die je overal nergens in die samenleving ziet ontstaan, bouw je feitelijk krachten tegen de disciplinering op. Wat overigens niet betekent dat je dan dus in een niet gedisciplineerd. Nee, dat zijn steeds weer nieuwe soorten van macht die weer nieuwe constellaties in gang zetten. Maar het gebeurt wel degelijk. Ja, het gebeurt absoluut. Ja. Nog twee vragen heb ik. Om even nog terug te komen op China. CJ zegt, China monopoliseert surveillance en macht in handen van de overheid. Amerika monopoliseert het in de handen van de bedrijven. En Foucault suggereert dat we er niet aan kunnen ontkomen. Wat moet Europa nu doen? Dat is een hele goede analyse. Inderdaad, in de surveillance in China en
In Amerika is het de overheid en in Amerika zijn het de bedrijven. Ik zou denken dat Europa kritisch na moet denken. Hoeveel surveillance, hoeveel toezicht is eigenlijk nodig? Welke normen, welke waarderingen, welke waarden zitten daarachter? Staan wij, als je dat democratisch gaat bekijken, staan wij achter die normen? Staan wij achter die waarden? En hebben wij werkelijk die surveillance nodig om dat doel te bereiken? En pas dan denk ik dat je als politicus kunt bedenken wat nou werkelijk nodig is en wat niet nodig is. En ik vraag me bij heel veel surveillance technieken af of ze werkelijk nodig zijn om de dingen die wij belangrijk vinden in Nederland of in Europa, om die te realiseren. Dus ik vind dat je daar extreem kritisch op moet zijn. Het lijkt altijd alsof transparantie in alle opzichten beter is, maar het maakt ook dat je veel minder vrij bent. En het is allemaal in gang gezet om te zorgen dat wij vrij zouden kunnen zijn. Het is 9:30. Misschien nog heel snel de laatste vraag, al weet ik niet of die heel snel beantwoord kan worden. Want Thomas vraagt, hoe verhoudt zich de disciplinaire macht van Foucault tot de vox tutelaire van Tocqueville? Tot de vox tutelaire van? Tocqueville. Ik weet het niet. Nee. Dan houden we het voor gezien. Heel erg bedankt, Marlie Huijer. En jullie thuis ook ontzettend bedankt voor het kijken en voor alle leuke vragen die jullie gesteld hebben. Mocht je nou geïnteresseerd zijn in meer lezingen in de reeks Cover to Cover, die kan je allemaal bekijken op onze website sg.uu.nl. En daar is nog veel meer te vinden. Voor nu wens ik jullie een hele fijne avond. Doeg! Dankjewel, dag!